Justitieminister Kenneth Amoksi zegt dat er gewerkt zal worden aan het verhogen van het aantal gevaccineerden in de strafinrichtingen. Dat zei hij gisteren bij een werkbezoek aan de strafinrichting Santa Boma. Zowel personeel als gevangenen zullen gemotiveerd worden om zich te laten inenten tegen het COVID-19-virus. De bewindsman heeft vernomen dat het aantal gevaccineerden aan de lage kant is en zal de mensen motiveren zich te laten inenten. Niemand zal daartoe echter verplicht worden. We willen vooralsnog niemand verplichten om de surveillance. Ik ben zo bezig met om de vaccinaties te nemen. We hebben jeugdigen, we hebben samen met het Openbaar Ministerie zijn we ook bezig om met de ouders van de jeugdigen die in detentie zijn, om te kijken hoe we ze gaan vaccineren, om de ouders te consulteren. Dat toch wel het beste voor die pupillen zijn. Maar ook met de oudere bewoners gaan we sessies hebben. Ik denk dat dat ook al gebeurt en dat ook met volksgezondheid, met BOG, zijn er afspraken lopen om de mensen zoveel mogelijk te vaccineren. Laatst nog heeft BOG volksgezondheid sneltesten verstrekt aan de inrichtingen. Alleen maar dat zaken snel gedetecteerd kunnen worden, in beeld gebracht kunnen worden, zodat we ergere zaken voorkomen. Amoksi zegt dat er al motivatiesessies op touw gezet zijn om mensen ervan bewust te maken dat vaccinatie ervoor kan zorgen dat er geen COVID-uitbraak in de inrichting plaatsvindt. Binnenkort vertrekt er een delegatie onder leiding van de bewindsman naar het buitenland voor besprekingen over het mensenrechtenvraagstuk.